Universiteit van Nederland. Legt uit. Hoe vies is jouw waterfles? Nou, best handig zo'n waterfles die je kunt vullen. Maar hoe vies of schoon is dat nou eigenlijk? Nou, dat hangt af van hoe je hem gebruikt. Gebruik je hem alleen of deel je hem met anderen? Maar ook, hoe goed maak je hem schoon? Een vies flesje is eigenlijk een flesje waar veel bacteriën in zitten. Bacteriën zijn hele kleine organismen, daarom heten ze ook micro-organismen. Ja, die zitten overal. Zo'n hervulbaar flesje water, als hij nieuw is en je doet hem onder de kraan, in Nederland zijn de normen voor kraanwater 100 bacteriën per liter water. En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel, want in een flesje uit de supermarkt, daar mag 1000 keer zoveel in zitten. En dat water, als dat net uit de kraan komt, dan zitten er ongeveer 100 bacteriën in per liter. Die kunnen dan misschien een klein beetje groeien, maar eigenlijk niet, omdat er te weinig voedingsstoffen in het water zitten. En hoe komen daar dan toch bacteriën in terecht? Dat komt als je water gaat drinken. Dus je zet de fles aan de mond en dan komt er speeksel in het water terecht. En als je dan dat laat staan, dan kan het zijn dat die bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Omdat uit het speeksel, daar zit op zich vanzelf al wat voedingsmaterialen in. Maar misschien heb je net een hap uit een broodje genomen. En dan zitten er nog veel meer voedingsstoffen in. En dan kunnen die bacteriën, hebben dan toch genoeg voedsel om te kunnen groeien. Die bacteriën, als die eenmaal in een waterfles zitten, dan kunnen ze zowel in de oplossing zitten. Maar wat ze ook doen, is op moeilijk bereikbare plekjes, bijvoorbeeld aan de onderkant van de fles, dat ze daar gaan zitten, plakken ze als het ware vast en dan vormen ze een biofilm, zoals dat heet. Dan zitten ze dicht bij elkaar en dan zijn ze goed beschermd tegen bijvoorbeeld de fles even omspoelen. Soms kun je zo'n biofilm met het blote oog zien en dan zie je een randje met kleur. Soms is het zwart, soms is het een beetje roze. Ja, dan zijn er heel veel bacteriën gegroeid. Hoe meet je dan hoeveel bacteriën er in zo'n flesje zitten? Dan pakken we een klein beetje van het materiaal uit het flesje. En dan pakken we een petrischaaltje. En daar zit voedingsbodem in. Daar kan die bacterie goed op groeien. Ja, die bacterie die in het water zit en die dan op zo'n voedingsbodem komt, die gaat lekker groeien. En dan gaat die zich vermeerderen. En dan heb je op een gegeven moment zoveel dat je het met blote ogen kan zien. En dan heb je een bacteriekolonie. Ik zie hele mooie kokken. En dat zijn ronde bolletjes. Bacteriën in de vorm van ronde bolletjes. En die zitten ook heel veel in de mond. Nou, op het moment dat je zo'n fles net gebruikt hebt, maar wel al een slok hebt genomen, dan zitten er zo'n 10.000 bacteriën in per milliliter. Als je dan zo'n fles niet schoonmaakt en verschillende dagen gebruikt, dan zitten er na een week wel 10 tot 100 miljoen bacteriën per milliliter in zo'n fles. In zo'n hele fles is dat dan, als er een halve liter in zit, nog een keer 500, dus dan zit je wel boven het miljard. Kan dat kwaad, zoveel bacteriën in je waterfles? Nou, de bacteriën in zo'n fles, dat zijn toch vooral je eigen bacteriën. En ook al zijn ze wat vermeerderd, wat uitgegroeid, daar kan toch niet zoveel kwaad. Zelfs niet als je een slok neemt met miljoenen bacteriën? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Als je een slok yoghurt neemt of zo, daar zitten ook heel veel bacteriën in. Ja, het is natuurlijk niet zo heel fris, want als bacteriën gegroeid zijn, dan net als wij, hebben ze voedingsstoffen nodig. En die scheiden ze dan ook weer uit. Eigenlijk poepen die bacteriën een beetje in het water. Dat is natuurlijk niet fris, niet hygiënisch. Dat proef je ook als je een slok neemt, want het smaakt een beetje muf. Als je bijvoorbeeld een fles van iemand anders neemt, dan is er misschien iets meer risico, omdat iemand anders gewoon een hele andere samenstelling heeft van de bacteriën. Maar over het algemeen is daar ook niet heel veel risico. Het enige wat wel misschien een beetje risico kan geven, is als iemand bijvoorbeeld heel verkouden is, of als iemand bijvoorbeeld ziekte van Pfeiffer heeft, dan kun je dat wel vrij gemakkelijk overdragen via waterflesjes. Wat is dan het eerste advies over hoe je je fles wel moet gebruiken? Nou, het allerbelangrijkste bij het gebruik van zo'n fles is natuurlijk dat je hem goed schoonmaakt. Goed schoonmaken betekent eigenlijk het liefst elke dag. Maar hoe moet je hem dan schoonmaken? Nou, het beste om hem schoon te maken is toch om hem met water en zeep af te wassen. Goed borstelen, dus vergeet de borstel ook niet. Goed die randjes schoonmaken, zodat ook de biofilm goed verwijderd wordt. Daar mag je best een beetje kracht bij gebruiken. En vergeet niet om ook de dop mee te nemen. Als je een vaatwasser hebt, dan kun je hem natuurlijk ook in de vaatwasser zetten. Maar zorg er dan wel voor dat je even checkt of je fles daar tegen kan. Doe jij online wel eens een persoonlijkheidstest? En denk jij nou dat jij een blauw, geel of groen persoon bent? Dit is allemaal onzin. Ik ben Manon, persoonlijkheids- en ontwikkelingspsycholoog. En volgende week ga ik je vertellen waarom.